De volgende gast kent u misschien. Hij schuift bijna overal aan bij elke talkshow. Maar ook hier bij onze podcast. Max Daniel. Max is bij de Nationale Politie landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van verschillende misdaden. En is de portefeuillehouder van drugs. Hier is Max Daniel. Welkom luisteraars en kijkers bij de podcast Wat kan er nou gebeuren? Ik zit hier aan tafel met mijn goede vriend Max Daniel. En natuurlijk aan de andere kant mijn sidekick, mijn compagnon Reda Saleh. Ervaringsdeskundige. Max, leuk dat je er bent. Dank je. We zijn blij dat je er bent. Zou je misschien even jezelf even kunnen voorstellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Max Daniel. Ik ben 64. En ik ben commissaris bij de politie. En binnen de politie heb ik de portefeuille drugs al heel lang. En daarnaast ben ik ook nog verantwoordelijk voor crisisorganisatie. Dus als er een crisis is in Nederland, dan heeft de politie 3, 4 crisiscommandanten. En ik ben een van die 4. Oké. En is dat een bepaald district? Of? Nee, dat ik voor heel Nederland doen we dat. Dus bij terroristische aanslagen, maar ook bijvoorbeeld alle COVID-ellende die we gehad hebben. Dan wordt alles centraal aangestuurd, ondersteund met name. En dan doen we dat op nationaal niveau. Ja, voor heel Nederland. Een drukke baas ben je. Sommige mensen drukker. Hè? Die hebben s'avonds allerlei optredens. Dan moet je overdag... Het is zeker de laatste tijd erg druk. En dan komt dat drugs in de portefeuille zit met alle aandacht voor ondermijningen. Dat is hot. Naar aanleiding van aanslagen die we hebben gehad. Nou, dat maakt het extra druk. Omdat er en politieke aandacht is. En je moet je eigen organisatie moet je ondersteunen. Opbouwen waar nodig. Dus dat is... Dat is druk. En als er tussendoor eens een keer COVID komt. Ja. Of we hebben een migratieprobleem. Of een tramaanslag in Utrecht, om maar wat te noemen. Ja. Dan komt dat er allemaal tussendoor. En dan is het al druk. Of toestand in Rotterdam. Ja. Of de rellen. Dat is afgelopen weekend. Ja, dat is vrijdag op en maandagochtend naar huis. Zo. Dat is heel druk. En wij kennen elkaar, Reda, dat moet ik even vertellen. Ik ken Max al, denk ik, sinds 1998. Aanslag. Ik was net klaar. Met het Leids Cabaret Festival, waar ik heb gewonnen. Maar dat weten de luisteraars denk ik wel. En toen, je moet even horen hoe wij in contact. Hoe kwam jij met mij in contact? Ik werd gevraagd door een vriend van mij om hem te ondersteunen met het lopen met een microfoon. In Triavium, dat is de ijshal in Nijmegen. En daar hadden ze een bijeenkomst van, dat heette toen nog allochtone randgroep jongeren. Allochtone. En daar werd opgetreden door 2 onbekende cabaretiers, comedians in aantocht. En de ene was Komproe. Howard Komproe. Ja, Howard Komproe, collega van mij. Ja, oh ja. Dat vond ik zo leuk. Met name Najib was toen nog heel leuk, hè? Ja. Nee, hij was echt leuk. En ik had een Marokkaanse collega in Arnhem. En ik zei van, goh, het zou toch mooi zijn als wij die man kunnen krijgen om een brug te bouwen naar onze Marokkaanse gemeenschap. We hadden heel veel van die jonge gastjes en die hadden niks met de politie. En daarvan voelde je gewoon aan, het waren 14, 15-jarigen. Dat wordt trammeland. Dat is een kwestie van tijd. Dat wordt trammeland. Die trokken snel een andere kind van de fiets en die jatte dan een mobieltje. En als je het op die leeftijd al doet, weet je, het gaat fout. En als we die man een keer konden krijgen in de chip, zou het niet verkeerd zijn. Toen trad hij op in Zevenaar. Zevenaar. Ja, of All Places. We hoorden wat hij daar een optreden had. Zegt, nou, dat is die gozer. Ah, zegt die collega van mij, Ramani. We gaan er wel even naartoe, zegt hij. Nou, wij erheen. Komen er binnen met ons politie-outfit. En we zeggen, Amhali, ik zag die man al kijken, hè, zo'n klein theater. En ik, oh jee, daar gaat mijn voorstelling in. Een onbekende gast, komt meteen de politie binnen. En Amhali, nou, politie voor je. Hij keek niet vrolijk toen we binnenkwamen. Ik zeg, maar zouden we je kunnen vragen om naar toen? Was het ijs gebroken. En toen heeft hij bij ons meegedraaid. En toen hebben ze wel leuk om te vertellen, het Posttheater in Arnhem, was een relatief klein theater. En we zeiden, zou je voor ons willen optreden, hè, voor die jongeren? En hebben we tegen die politiemensen gezegd, en we hebben een optreden van Najib Amhali, dat is echt een rising star. En je kunt gratis komen kijken onder 1 voorwaarde, je moet een Marokkaan meenemen. Desnoods in de handboeien, maar je moet er 1 meenemen. Ja. Dus, serieus, hè? Dus die dienders kwamen binnen op die avond en allemaal die hadden allemaal een Marokkaantje. En sommigen die waren echt zo met de kraag gepakt, van luister, als je niet meegaat, dan krijg je gewoon een bon, hè, want dat heb je verdiend. Die hadden iets vernield of zo, of noem maar op. Hè, nou. Dus die gingen mee en die zaten er allemaal voorin. En dan moet je voorstellen, een heleboel van die jonge jongens waren nog nooit in het theater geweest. En Najib begon te vertellen, weet je, die vertelt dan, je hebt er beeld bij, hè? Als een comedian vertelt hij zijn grappen. En ja, je voelt meteen, nou, dit is een comedian, hè? Een cabaretier, die vertelt grappen. Maar die jongetjes daar, die hoorden iedere keer roepen, nee joh, echt, nee joh, je liegt. En dan riep hij iedere keer, ik zweer het. Dat is een geweldige dag. En sindsdien
hadden wij met die jongens veel makkelijker contact. Hè? Want dan liep je daar en zei ze, ja, is een vriend van een jeep. Ja, is een vriend van een jeep. En hoe raar het ook klinkt, ik denk dat het in de witte Nederlandse wereld niet zo werkt. Maar daar heb je echt een brug gebouwd met een aantal jongeren. Nou, later kwam ik ook op het idee, veel later, om hem in mijn uniform te hijsen. En toen hebben we daar die wervingposters van gemaakt. Ja. En als ik geen comedian was geworden, dan was ik bij de politie komen werken. Weet je nog? Ja, die hingen allemaal op alle politiebureaus in Nederland. Ja. Ja. Dus die kwam wel eens kennissen, zeg maar. En die zeiden, ja man, ik was van de week opgepakt. Ik zag je daar hangen. Ik zei, wat? je hangt daar, man. Ben je agent? Ik zei, nee. Het is gewoon een wervingsposter voor de politie. Nee, dat vond ik heel erg leuk. Ik ben toen ook met je mee geweest. Want ik was onder indruk. Want we hadden elkaar ontmoet in Arnhem. En was jij korpschef toen al? Nee, dat heette districtchef. Districtchef. Districtchef, ja. Over van de stad Arnhem. Ja. En ik mocht met jullie mee in de auto. Ja. Ik wilde graag op patrouille. Achter in de auto. Gewoon als, gewoon geïnteresseerd wat de politie doet. Want ik heb daar een ander beeld over. Jij hebt daar waarschijnlijk ook een ander beeld over, denk ik, politie. Heb je nog steeds een beetje, of niet? Het wordt nu wel minder, maar ik had altijd wel een achterlijke obsessie met de politie. Ja. Een soort paranoïde. Paranoïde, maar dat heeft natuurlijk te maken met mijn verleden. Ja. Maar dan had je iets gedaan en dan wilde je geen politie zien. Nou, zoiets. Of ik wou wat doen en wou ik de politie niet zien. Ja. Maar wij zijn toen, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Wij zijn toen naar een gebruikersruimte geweest in Arnhem, in het Spijkerkwartier. En dat viel me op hoe liefdevol jullie eigenlijk daar met die gebruikers omgingen. Dat, je zou toch zeggen, het is de politie, ze gebruiken daar drugs, maar jullie lieten ze eigenlijk hun gang gaan destijds. Ja, nee, kijk, wij hebben, hoe raar het ook klinkt, geen probleem met gebruikers als persoon, als mens. Hè? Dus het merendeel van de gebruikers waren destijds heroïnegebruikers. Daar had je het mee van doen. Die waren echt sneu. En het was altijd heel ingewikkeld om discussies aan te gaan met bijvoorbeeld politici. Die liep van, je moet prostitutie vrijgeven. Hè, want die meisjes moeten gewoon verdienen. En ze zijn gewoon sekswerkers. Maar dit waren geen sekswerkers. Hè. Deze meisjes moesten gewoon de prostitutie in. Om geld te verdienen voor 2 of 3 vriendjes die eromheen hingen. Die wilden helemaal niet. Nee. En omdat ze zo zwaar verslaafd waren. En zo dringend geld nodig hadden. Lieten ze ook alles toe. Dus alleen op een bepaalde plek, die werden gewoon meegenomen. Sommige meisjes was je gewoon 3 dagen kwijt. Waren ze ergens vastgebonden en werden ze gewoon 3 dagen lang verkracht. Zo. En hadden we geen zicht op. Dat was echt triest. Hè? Want je hebt prostituees die kiezen voor het vak. Hè? Tegenwoordig noemen we ze sekswerkers. Ja. Maar deze meisjes, dat waren echt hele zielige meisjes. Die het niet wilden. En als je met ze sprak ook, hè, niemand heeft voor dat vak gekozen. Maar dit was hun manier om aan geld te komen. Nou, en dan hadden we natuurlijk onze junken. Nou, het merendeel waren geen slechte mensen. Nee, ze waren verslaafd. En daardoor jatten ze je autoradio. Die kon je toen nog stelen. Hè? Tegenwoordig moet je de halve auto meenemen als je dat doet. Ja. Maar er werden autoradio's gejat. Ruitjes werden ingetikt. En je had heel veel optische overlast. Omdat die jongens en meisjes overal hingen. En er gewoon slecht uitzagen. Nou, toen hebben we ervoor gekozen in Arnhem. Om een ruimte te hebben waar ze kunnen gebruiken. Ja, want we hebben in Nederland nooit de gebruikers strafbaar gesteld. Hè? Maar in principe alleen maar de dealers en de handel. Ja. Maar goed, dat ligt altijd dicht tegen elkaar. Want een aantal gebruikers kan alleen maar rondkomen met ook een beetje de dealer erbij. Want anders kunnen ze niet aan hun dagelijkse shot komen. Nou, we hebben altijd geprobeerd om te zorgen dat die mensen zo menswaardig mogelijk behandeld worden. Dus dat is ook zeg maar de manier waarop je naar mensen kijkt. Het zijn links of rechtsom, het blijven altijd mensen. Nou, en dus als ze daar zaten, zorgden wij dat ze eten kregen. Als wij vergaderingen hadden, dan kwam de cateraar, die had dan broodjes gebracht. Nou, als de broodjes over waren, bracht dat altijd naar naar de drugsopvang daar, waar naar de gebruikersruimte. Dat ze in ieder geval normaal eten hadden, normaal broodjes hadden. Tegenwoordig mag dat niet meer. Hè? Er zijn allerlei strenge spelregels wat je met het eten van de cateraar mag doen als het over is. Maar toen brachten we die broodjes gewoon, ging de verpakking eroverheen. En dan brachten ze naar de gebruikersruimte. En de meeste junken, die waren echt niet bang voor ons. Nee. De meeste dealers wel. Ja, maar vind je dat niet dubbel, zeg maar, als agent zijnde? Als mens vind ik het al een beetje vreemd. Je mag gebruiken, maar je mag het niet halen. Weet je, eigenlijk ook een beetje ons drugsbeleid, ons softdrugsbeleid. Ja, het is vreemd. Het is vreemd op het moment dat je het moet uitleggen aan buitenlandse collega's. Dan moet je het voorstellen, dan kom je in die gebruikersruimte en iemand trekt een lijntje coke. Ja. Dan loop je met 2 politiemensen uit Engeland. 2 van die bobbies. Die komen er mee en kijken. En één ziet in zijn ogen bijvoorbeeld iemand een lijntje coke trekt. Die is meteen gewend dat die speciale unit van hun eraan komt vliegen. Al dan niet een heli en het vuur opent. Et cetera. Ja. En wij lopen er gewoon langs op. En dan tikt die man. Hij zegt, er gebruikt er eentje. Ik zeg, het gebruikt er eentje. Jij zegt, coke. En dan loop je door.
En dat is voor hun raar. En dan probeer je er daar uit te leggen hoe wij met gebruikers omgaan. En dan moet je vervolgens uitleggen hoe ons koffieshopbeleid werkt. Ja. Dat snapt geen hond meer. Nee. Kijk, wij begrijpen het omdat we erin meegegroeid zijn. Het is ooit eens ontstaan door de discussie over softdrugs en harddrugs. Nederland had dat onderscheid gemaakt. Een knip tussen softdrugs aan de ene kant, harddrugs aan de andere kant. En iedereen zei, softdrugs is een stepping stone voor harddrugs. En toen kwamen we op het idee om daar een knip in te brengen, maar ook een soort fysieke knip. Door te zeggen, softdrugs mag je wel kopen, et cetera. En dan houden we in ieder geval weg bij de harddrugs. Dan voorkomen we dat dat gelijktijdig gedeeld wordt. Of bij dezelfde dealer te halen van. En dat je street corner workers, die zorgden dat die jongens begeleid werden, dat ze aan hun softdrugs konden komen. Toen werd er een coffeeshop en dat was eigenlijk bedoeld om daar je softdrugs te kunnen kopen. En, nou, en dan moest dat in een hele beperkte sfeer moest dat zo blijven. En voor Lieverlee werd dat business. En het was ook een succesvol beleid, want we zagen tegelijkertijd het aantal harddrugsverslaafden constant blijven. Okay. En dat betekent dus dat ze eigenlijk afnemen. Ja, want als constant harddrugsverslaafden stoppen meestal niet. Hè. Dat blijft meestal een van de heroïne en dan stopten ze pas als ze dood waren. Want het percentage dat echt afkikte was echt minimaal in die periode. Hè. Tegenwoordig met al die methadonprogramma's is dat geen probleem meer. Maar toen was dat zeg maar een feit. Dus je zag dat de softdrugs geen stepping stone was. En het was zo'n fantastisch succes dat Nederland er overal mee te koop liep. En vervolgens zijn die coffeeshops echt geïntegreerd geraakt. En dat is business geworden. Want het werd van de street corner workers werd het overgenomen door de ondernemers. Ja. Die dachten, een mooi gat in de markt. Hè. Dit kan nou een... Dan gaan we dat regelen. Alleen zorgen dat we niet gepakt worden met de teelt en niet met de handel. Maar als je maar één keer binnen bent, dan kun je verkopen. En dan kun je blijven verkopen. Nou, van het een komt het ander. Hè. Nederland bleef roepen naar het buitenland. Wij doen het fantastisch. Hè. Niemand doet het beter. We hebben het beste drugsbeleid van de hele wereld. Dan ben je ook niet meer geneigd om te kijken van, is dat nog wel zo? Hè, dan heb je vaak niet in de gaten dat de wereld achter je, dat die echt gigantisch aan het veranderen is. Dat het niet meer van die hippies zijn die een paar van die plantjes telen, maar dat het gewoon beroepsmatig is geworden. Nou, dat is echt uit de klauw gelopen. Ja, en het is natuurlijk ook, je zegt net van, er is een knip gemaakt. Maar Reda, jij bent ook begonnen, en net als mij met, wij hebben ook drugs gebruikt. Hè? Hmm. Waar ben jij mee begonnen? Weet je dat nog? Ik ben begonnen met blowen. Oké. Met blowen en drinken. Ja. En dat is op een gegeven moment is dat heel snel gegaan. Toen ben ik op hele jonge leeftijd op mijn 13 aan de harddrugs gegaan. En was dat die stap die je maakte, was dat van het moet heftiger? Of was je gewoon nieuwsgierig of hoe? Ik was gewoon eigenlijk benieuwd. Weet je, ik had eigenlijk de stap al gemaakt. Ik had altijd gezegd van als je rookt ben je gewoon een junkie. Nou, als je rookt? Ja, sigaretten rookt. Ja. Nou, toen had ik sigaretten gerookt. Toen zei ik aan, ik verder. Als je gaat blowen, dan ben je een junkie. Ja. Ja, nou, dan ging ik blowen. Ja. Nou, toen zei ik van als je gaat snuiven, dan pas ben je echt een junkie. En op een gegeven moment werd het steeds heftiger. En ik ben gewoon geëindigd met een naald in mijn arm. Met heroïne, hè? Ja. Wow, ja. Maar waren er in jouw tijd gebruikersruimte en zoals nu meetings en klinieken genoeg en de aandacht ervoor? Of? Nee, het was nog niet zoals het nu is. Weet je, verslaving is nu als ziekte erkend. Dus er komen gewoon heel veel klinieken zijn uit de grond gestampt, om het maar even zo te zeggen. En dat is ook natuurlijk een business geworden. Maar vroeger had je wel gebruikersruimtes, vooral bij de GGD en dat soort zaken. Ja. Maar dat zie je steeds minder. Ja. Dat zie je steeds minder. En ben je wel eens opgepakt dat je drugs bij had? Ik ben wel eens opgepakt, ja. Door Max toevallig? Niet door Max. Nee. Ik zat net al te kijken toen hij binnenkwam. Ik dacht, jullie kennen elkaar niet, nee, toch? Het is hem toch niet. Nee, het is... Had gekund. Maar Max, als je zeg maar iemand op straat, voor de mensen op straat, je hebt nu preventief fouilleren. Je hebt iets bij je. Dat is een bepaalde hoeveelheid. Je mag, als ik een gram zeg maar, cocaïne bij me heb, wat gebeurt er dan? Ik word aangehouden. Ja, in principe weinig. Want er wordt vaak geroepen, we hebben de war on drugs verloren. Hè? Maar er is in Nederland nooit een war on drugs geweest. Dat is echt nooit geweest. Bij een war on drugs, dan criminaliseer je ook de gebruiker. In Nederland is de gebruiker niet gecriminaliseerd. Dus alles wat je als gebruikershoeveelheid bij je hebt, dat wordt gedoogd en daardoor word je niet zeg maar verbaliseerd. Alles wat boven de gebruikershoeveelheid is, zijn wettelijk daar richtlijnen voor. Hè? Dus nou, je kunt niet meer roepen, ik heb een gebruikershoeveelheid, die heb een kilo coke bij je. Hè? Dat, nee. Dan ben je een dealer en een handelaar. Nou, dat geldt ook voor meer dan zeg maar een normale gebruikershoeveelheid, meer dan een gram ben je ook aan de beurt.
Okay. Dus daar zijn wel richtlijnen voor. Maar in principe laten we de gebruiker laten we met rust. Dat is ook ingewikkeld in het beleid. Ja. Dus wat je ook ziet, dat vind ik mooi van jouw verhaal. Je bent 13. Kijk, we zijn gegroeid in het beleid. Ik kan het uitleggen. Maar als je tegen een jongen van 12 zegt van het is verboden, zegt ik kan niet. We hebben coffeeshops, et cetera. Je mag gebruiken. Ik ken niemand die gebruikt. Die is ook nooit opgepakt door de politie. Leg nou maar aan een puber uit hoe dit beleid in elkaar zit. Ja. Dus je krijgt ook een soort verwaterd moraal bij kinderen. He, dat als je tegen een kind zegt, als ik tegen een zoon van 12 tegen mij zeg, ik wil niet dat je 's nachts naar de bioscoop gaat en dat je het raam uit kunt. Dat wil ik absoluut niet. Maar als je het doet, doe dan wel voorzichtig. Ja. Dan zeg ik eigenlijk, doe het voorzichtig. Ja. Nou, en dat zie je dus ook in het drugsbeleid. Dat heel veel kinderen zeggen van ja, het mag en we proberen. Ik zie iedereen het doen. En wat is het probleem? Dus dat we het normaal zijn gevinden. Dat het moraal echt is verdampt als het ware. En verwaterd. Nou, dat is wel de oorzaak dat we nu bijvoorbeeld in een situatie zitten. Dat pilletjes slikken. Normaalste zaak van de wereld. Coke snuiven. Who cares? En vervolgens komen wij nu middelen op de markt. Met een veel grotere impact, waarvan we echt bang zijn dat die ook gebruikt gaan worden. Hè? En waar je dus niet makkelijk van afkomt. En doe je dan op crystal meth? Ik doe op twee de dingen zijn crystal meth en ik doe op fentanyl. Ja, fentanyl, ja. Ja. Fentanyl, wat is fentanyl? En crystal meth, kan iemand het uitleggen? Ik kan het uitleggen. Crystal meth is een soort amfetamine. Maar het is zo ongelooflijk sterk en verslavend, dat je na 1 of 2 keer gebruikt echt al hoekt bent of verslaafd bent. Okay. Even heel simpel, als mensen ecstasy slikken, Op de zaterdagavond met een feestje. Dan ben je zondag ben je duf. Maandag kun je naar je werk. Okay. Je moet wel veel water drinken. Dinsdag zit je een beetje te knarsen tanden. Maar je kunt gewoon naar het werk. En je kunt vervolgens de zaterdag erop weer losgaan. Als jij zaterdag crystal meth gebruikt. Dan wil je zondag weer crystal meth. En maandag ook en dinsdag ook. Dus kun je niet meer functioneren in die samenleving. Dat is 1. Dan heb je de heroïne. Dat kent iedereen. Maar je hebt ook een soort synthetische heroïne. En dat heet fentanyl. Fentanyl. Ja. Dat noemen ze een opiaat, een synthetische opiaat. En dan moet je voorstellen dat 1 gram fentanyl net zo sterk is als 100 gram heroïne. Zo. Ja. Nou, dus de laatste tijd heel veel mensen aan de auto gaan. Nou, en dan heb je ook nog carfentanyl. En 1 gram carfentanyl is net zo sterk als 100 gram fentanyl. Dus het is een factor 100 maar 100. En het ingewikkelde daarvan is dat je het natuurlijk nooit kunt gebruiken omdat het zo sterk is. Dus je moet het mixen. Ja. En dat betekent dus als je het mixt en we zouden het hier met elkaar gebruiken met 6 man. Dat 5 van ons op pilletjes slikken zeggen, het doet me niks. En de 6e valt in 1 keer dood neer. Je kunt vergiftigd worden via je huid. Je kunt vergiftigd worden door het inademen alleen al. Hè. Dat kan zulke effect hebben dat de politiemensen in Amerika en in Canada al lopen met een neusspray. En die neusspray moet je meteen gebruiken als je denkt dat je in aanraking geweest bent met fentanyl. Ook als de gebruiker het heeft gehad. Omdat je namelijk anders het risico loopt dat je of beschadigd raakt of dat je doodgaat. En die neusspray moet je na de afbraakperiode van een x-aantal uren weer gebruiken. Omdat dat fentanyl langer doorwerkt. Zelfs de drugshonden worden ermee ingespoten. Omdat ze anders doodgaan. Zo. In Amerika zijn afgelopen jaar, dus in 2020 tot nu toe. 2021 dus tot nu toe zijn er 93.000 overdosissen geweest. Wow. Wow. Voor alle duidelijkheid, dat is bijna het dubbele van het aantal mensen wat gesneuveld is in de oorlog met Vietnam. Serieus? Is dat zo'n... Dat is gigantisch. In Canada, ik ben er geweest ook, hè, sterft iedere 7 minuten een Canadees aan een overdosis fentanyl. Is dat is zo'n populaire drugs daar aan het worden? Het is namelijk een hele goedkope vorm van heroïne. Ja, maar okay. En tegelijkertijd gigantisch risico. Nou, methamfetamine heeft een soort gelijk effect. We hebben in Nederland weinig gebruikers van methamfetamine. Dat wordt met name nu geëxporteerd naar Australië. Maar wij zijn in Europa nu al de grootste producent van methamfetamine. Terwijl we weinig gebruikers hebben. Wow. Maar is dat zo dat dat nu even zo is? Of zie je het gebeuren dat er meer mensen dat gaan gebruiken? Want ik hoor het wel steeds meer om me heen. Dat crystal meth echt wel in de opkomst is. Niet zozeer als ecstasy en die andere. Maar ik hoor het wel vaker. Vroeger hoorde ik het 1 keer in zoveel tijd. En weet je, bij ons in de kliniek horen we ook wel verhalen. Het gebeurt steeds vaker. Ja. Ja, kijk, wat de Mexicanen hebben gedaan in het gedeelte van Amerika. Met name het Californische gedeelte. Die hebben een soort zwakkere mix van gemaakt met gewone amfetamine. Zodat heel veel gebruikers zeiden, het is cool. Je krijgt een gigantische kick van en het is fantastisch mooi. Maar je kunt maandag gewoon weer naar je werk. Ja, omdat de dosis die erin zit bewust zo gemixt is. En dat het langer duurt voordat je verslaafd raakt. Maar je raakt gewoon aan verslaafd. En als je er 1 keer aan verslaafd krijgt, dan wil je gewoon aan verslaafd bent. Dan wil je gewoon de goede shot hebben.
Dus het werd wel gepromoot. En ze hebben het zelfs in een hoop van die festivals in het begin om niet weggegeven. En dan nog hè, zijn er maar weinigen die het verschil zien tussen een amfetamine en een methamfetamine als pilletje. Uh-huh. Je kunt het in dezelfde... als je het wil maken in een lab, dus mensen bouwen een gigantisch lab, dan maken ze ecstasy en dan zeggen ze, nou, we willen van ecstasy overstappen op methamfetamine, hè, want dat is namelijk een factor 10. Voor één ecstasy pilletje, dat kost in Nederland ongeveer 4 euro. En één pilletje, of een grammetje, 4 euro en een grammetje van het andere 70. Dus echt een best verschil. Ja. Dan kost het ombouwen van je laboratorium, nou, al heel gauw 100, 200 euro, misschien wel 300 euro. En als je per dag een miljoen draait aan winst, dan vallen die 200 euro's wel weg te schrijven. Weet je, dat stelt geen ruk voor. We hebben alles. De complete hardware staat er. Het is alleen een kwestie van wat andere chemicaliën erin gooien. Je hebt een ander product. En daar zijn wij hartstikke goed in. En we hebben ook alle lijnen naar heel Europa en Azië en Oceanië. Australië en Nieuw-Zeeland. Dus dat is big business. En het risico bestaat altijd dat het ook terugslaat in je eigen land als het gaat om de gebruikers. En Max, weet je waar ik ook benieuwd naar ben? Hoe is dat beleid in de gevangenissen? Dat vind ik heel interessant om het daar even over te hebben. Ik heb zelf ook in detentie gezeten. En het is als je kijkt naar de mensen die opgepakt worden, die drugsverslaafd zijn, die komen heel snel weer in de gevangenis terecht. Dus hoe kijk je tegen de rehabilitatie aan van kijk, ik vind het al verslaafd zijn. Al apart hè, dat je in de gevangenis drugsvrije vleugels hebt. Hè? Uh-huh. Dat is raar. Dus dat heb ik voor zoiets van, nou, dat is vreemd dat je dat in de gevangenis hebt. En eigenlijk heeft ons gevangenissysteem een dubbele reden, een dubbel doel. Het eerste is straf voor iemand die gedaan voor niet mag. En het tweede is resocialisatie, om te zorgen dat iemand weer terug kan in die samenleving. Dat betekent als iemand straf heeft gekregen omdat hij vanuit die verslaving straf verdient en je wil hem resocialiseren, is het meest belangrijk je zorgt dat hij van de verslaving afkomt. Want anders weet je dat hij terugkomt. Nou, en ik weet niet, heb ik te weinig kijk op hoe goed ze daarin zijn hè, en hoe vrijwillig dat is. In dit land moet eigenlijk alles vrijwillig zijn. Hè, anders zeg mensen, ben je niet gemotiveerd, doe je er niet aan mee. Nou, er zijn andere landen waarbij die vrijwilligheid er niet is en dat ook werkt. Hè, dus het is maar de keuze die je maakt. Maar ja, als je daar niks aan doet, als mensen geresocialiseerd worden, iets doet aan hun verslavingsproblematiek, dan is de kans heel groot dat ze weer op het zijn. Ja, zeker weten. Dus je hebt ook wel het gevoel dat daar... Dat is winst te halen. Dat is winst te halen, ja. Zeker weten. Want het is gewoon ontzettend zonde. Hè? Als iemand gewoon ziek is en die heeft zijn drugs gewoon nodig en die maakt de verkeerde keuzes, dat hij elke keer maar weer in de gevangenis terechtkomt. En dat is een vicieuze cirkel waar hij niet uitkomt. En dat heb ik wel heel erg veel gezien om me heen. Ja. Ook voor de jongens om me heen die gebruiken. Dus ik denk dat er heel veel te halen valt voor gevangenen. Om weer een normale manier van leven te vinden. Maar dan moeten ze wel geholpen worden. Ja, zeker. Dat is in Nederland alleen ingewikkeld om te vertellen wat is nou goede hulp en hoe doe je dat. Dus ik zou het niet weten. Ik zou echt met experts moeten kijken. Maar wij zien wel dat het een soort draaideur is. Hè? Mensen gaan de gevangenis in, komen er vaak heel goed uit. Hè? Dan, ik ken jongens en die is geen knip voor de neus waard. Als je ze op straat tegenkomt, worden opgepakt, gaan 2 jaar de bak in, komen terug. Dat zijn halve Schwarzeneggers geworden. Goed eten, getraind. En dan ben je hartstikke trots dat je ze weer ziet. Hè? En dan zeggen ze, meestal beambten, hè? Het nooit meer. En goed kijken hoe ik eruit zie. En ik blijf dit volhouden. En ik heb een vriendinnetje, et cetera. En een jaar later, dan zie je weer dat het bergafwaarts gaat. Ja. Ik heb wat dat betreft, ken ik wel een paar. Ja. Was dat bij jou ook zo? Dat je eruit kwam en dacht van... Ja, ik dacht dat ik gek werd binnen. Weet je, omdat je gewoon alles weer gaat voelen. Je gaat alles weer voelen. Weet je, ik was al die tijd verdoofd geweest. Ja. Ik keek echt in de spiegel en ik denk, wie ben jij? Alles kwam terug. De onzekerheid, de angsten kwamen terug. En toen dacht ik van, wauw, ik heb het ook niet lang volgehouden. Ik ben gewoon uiteindelijk weer in de gevangenis gaan gebruiken. Ja, want het komt gewoon binnen natuurlijk in de gevangenis. Hè? Het komt via verschillende... Dat ook. Maar ik ben ook, ik ben ook naar die programma's gegaan in de gevangenis. Maar dat was voor mij gewoon papa en nat houden. Vandaar dat ik net dat onderwerp aansnijd. Ik denk dat daar toch wel heel veel te halen valt. Ik denk dat het ook maatschappelijk een heel groot probleem is om... Omdat niet die kant op te kijken. Want dat gevoel heb ik wel. Dat die kant niet echt opgekeken wordt. Kijk, iemand die delicten heeft gepleegd. Ja, en verslaafd is. En natuurlijk heeft hij straf nodig. Maar het blijft een mens.
een mens met een dodelijke ziekte, met een leukfase. Verslaving ja, kijk, zo kijken de meeste politiemensen aan tegen die verslaafden, die vanuit die verslavingen criminaliteit plegen. Hè? Dat er een soort dwang achter zit. Omdat ze ziek zijn. Ze doen het omdat ze ziek zijn. Uh-huh. En niet omdat ze slecht zijn. Nee. Want wat ik vertelde over die meisjes die zich prostitueren, die doen het niet omdat ze zeg maar het leuk vinden om een prostituee te zijn, maar omdat ze ziek zijn. Uh-huh. En als je er daar op die manier naar kijkt, dan kun je als mens kun je daar oprecht een meelijden mee hebben in plaats van boosheid of verwijten, et cetera. Dan kunnen meelijden mee. Natuurlijk kunnen ze verwijten dat ze ooit verslaafd zijn geraakt, maar heel vaak achter al die verslaafden zit een verhaal. En dan te weinig moedermelk, de kleine schoentjes en zo, weet je, dat heb ik wel gehad. Maar achter ieder verslaafd zit een verhaal. Het zijn allemaal mensen. En het merendeel van die mensen zijn geen slechterikken, maar die zijn ziek. Dat is wat je zegt. En dat vind ik het mooie in Nederland, hè, dat we op die manier naar kijken en dat we niet naar dat we ze ook niet beschouwen als slecht. En proberen om die op een of andere manier weer gezond te krijgen. Nou, uh-huh. Dat is vreselijk moeilijk als mensen verslaafd zijn, dat weet ik. Hè. Uh-huh. Want om daar überhaupt van af te komen, daar heb je veel meer voor nodig dan alleen maar de wil. Hè. Ook heel veel hulp. Nou. Maar het zijn geen slechte mensen. Dus het zijn de mensen die ze verslaafd maken, die ze verslaafd houden. De mensen die eraan verdienen. De mensen die echt het verdienmodel in de vingers hebben. Uh-huh. Die het geen bal interesseert. Of iemand eraan doodgaat. Kijk nou bijvoorbeeld naar de NPS'en, de nieuwe synthetische drugs. Je maakt pilletjes, je wil weten hoe het werkt. Dan gooi je het op internet, zo goed als gratis. Laat je al die kindertjes uitproberen, gaan de kinderen aan dood. Nou, dan weet je dat het niet goed is, moet je een andere mengsel nemen. En vinden de kindertjes het lekker en niemand gaat aan dood. Dan denk ik, nou, ik heb een nieuw pilletje. En dan gooi ik het tienvoudige gooi ik erop en dan ga ik het verkopen. Weet je, dat zijn mensen die deugen van gemeen. Dat zijn de slechteriken. Mm-hmm. Maar zou je dan niet eerst denken van, we gaan eerst die mensen behandelen en daarna hun straf uitzetten? Ja, misschien wel. Ja. Kijk, ik ben van de repressie. Hè? Dus ik, uh-huh. ik zie maar één gedeelte van die keten. Uh-huh. Dus ik zou het niet weten. Hè? Ik ga nu op de stoel van die verslavingszorg zitten. Uh-huh. Maar dat daar je winst te halen valt voor die doelgroep. Ja, dat je mensen weer een kans geeft, zeker jonge mensen. Om alsnog een leven te hebben, hun leven weer op te kunnen pakken. Ik heb ze ook gezien die het leven nooit meer hebben gekregen. Hè? Ik ken heel veel junken die ook overleden zijn. Hè? Vermoord. Een van die meisjes, hè, ergelijk verkracht en daarna vermoord. Een moord die we nooit hebben opgelost in Arnhem, om wat te noemen. Maar ook anderen die stierven aan een overdosis of zelfmoord hebben gepleegd. Hè, omdat ze in de spiegel keken en er niet meer aankonden. Ja, als je zegt, wat zou de beste oplossing zijn? Eerst hulp en dan de straf uitzetten. Of omgekeerd, ik zou het niet weten. Maar dat daar winst te halen valt, ja zeker. En het is een beladen onderwerp. Het is al vaker aangesneden. Maar er is nog nooit iets echt naar boven gekomen van, hey, we moeten dit gaan veranderen. Ja, weet je, daar kan ik natuurlijk moeilijk wat van zeggen. Dus. Maar het punt namelijk is ook dat we in Nederland heel veel aandacht hebben voor de discussie van wat sommige politieke partijen noemen recht op roest. We hebben er recht op roest. En wie is de overheid om ons dat te verbieden? En wij maken zelf wel uit wat we doen. We drinken ook en we roken ook. En gaan ons nou niet lopen te koeieneren. En het moet gelegaliseerd worden. En dat zien we in dat land gebeuren, in dit land. En overal gebeurt het. Maar niemand heeft het meer over de vraag, waarom is het eigenlijk verboden? Waarom hebben we het verboden? Om mensen te pesten? Hè? Of zit er nog een andere gedachte achter? Nou, en als je je daarin verdiept, denk je, we hebben het ook een verboden omdat het heel gevaarlijk is. Omdat je het niet mag gebruiken. Weet je, ik snap nog steeds niet dat er mensen zijn die zeggen van, goh, ik laat me niet vaccineren, maar ik snuif wel kook. En dan zeg je, ja, de kans als ik me vaccineer dan eens op de zoveel miljoen, maar je zal het maar eens zijn. Maar kan je vertellen hoe groot de kans is dat je ziek wordt van het gebruik van kook. Vele malen groter. Net als met sigaretten. Dus dat zie ik ook bij verdovende middelen. We praten nooit meer over waarom is het middel ooit verboden geweest. Waarom vinden we eigenlijk dat je het niet moet gebruiken? En dan komt iedereen met het verhaal van alcohol. Maar ik weet zeker, als we nu nooit alcohol hadden gedronken en alcohol kwam vandaag op de markt, dan hadden we niet mogen gebruiken omdat het gevaarlijk is. Ja. Hey, en het is ook zo, tenminste of het lijkt alleen maar zo, dat er gewoon heel veel in deze tijd in de haven bijvoorbeeld wordt opgepakt. Hè? De politie heeft heel veel kunnen onderscheppen. Is dat wat wij zien of is er veel meer aan de hand nu in deze tijd? Ja, maar kijk, wat wij onderscheppen als overheid, eigenlijk bij het gebied van alle drugs, is maar een klein gedeelte van wat er werkelijk binnenkomt. Hè? Wij pakken gigantisch, ik dacht dit jaar al zoiets van 75.000 ton of zo, hè? 75 ton.
ton. Zo, ja, 75 ton. Nou, dat is veel. Ja. Maar de prijs van cocaïne is gelijk gebleven en zelfs heel ietsjes gezakt. He, dus niet zo dat we ze een dodelijke klap hebben toegebracht op de financiële markt. He. Dus daar komt veel meer komt er binnen als dat op dit moment is. En dat maakt dus ook ingewikkeld dat wij Nederland zien als Nederland. En als we heel stoer zijn, zeggen we nee, we zijn Europa. He. Zo ziet het buitenland ons ook. Want als je in Rotterdam bent, ben je dus ook in Europa. Maar het is een mondiaal probleem, het is een wereldprobleem. En wat wij zien bij ondernemers, is bijna alle ondernemers, die denken altijd op mondiaal niveau. Van, ik wil, voor mij bestaan er geen grenzen. Ik heb het internet, voor mij bestaan er geen grenzen. Dat zie je ook bij criminelen. Dus de lijnen naar bronlanden, als het bijvoorbeeld gaat om de cocaïne in Zuid-Amerika, die zijn voor hun zo makkelijk te vinden, terwijl wij als overheid heel veel moeite moeten doen om daar iets te kunnen betekenen. Voordat ik informatie mag uitwisselen met bepaalde landen, nou moet eerst een aantal convenanten moeten er rondkomen. En landen waar de doodstraf geldt, daar mag ik al helemaal niks. Nou ja, in die landen moet je zaken gaan doen, want dan weet je dat de politie zeg maar niks vertelt. Hè. Ik weet dat er een grote container met heel veel ecstasy naar een land gaat met de doodstraf. En dat die boot net is vertrokken. En het liefst zou ik willen bellen naar dat land, naar de politie daar, en zeggen van nou, er komt dan een boot aan. En in die container zit voor meer dan zoveel miljoen aan ecstasy. Maar ik weet dat degene die het ophaalt 3 maanden later dood is. En als we dat weten, omdat er de doodstraf geldt, mogen we die informatie niet delen. Wauw, maar dat weet je ook echt. Dit is een echt verhaal. Dat is echt een echt verhaal. Is gewoon dus er is nu echt een boot onderweg ergens? Ja. Met heel veel ecstasy erin. Wow. En wij mogen dus het land zelf, omdat daar de doodstraf geldt. We hebben daar geen convenant mee. Wij vinden dat wij niet moeten meewerken in landen waar de doodstraf geldt. Dat weten die slechterik ook. En net als ieder ondernemer denk je nou voor risico's. Waar loop ik het meeste risico's? Waar loop ik het minste risico's? En waar verdien ik het meeste geld? Dus daarom komen heel veel deze kant op. Want wij zijn echt een humaan land. Hè? En dat zie je ook in ons heel strafrechtssysteem. Maar ook in onze gevangenissen. Onze gevangenissen, hoe je het ook bekijkt, vergeleken met andere landen, zijn goed geregeld. Hè? En, ja. Nou, je hebt er zelf in bezoek gebracht. Dus je weet hoe het eruit ziet. Vergeleken met andere landen. Nou. Dus heel veel criminelen zeggen van nou, in Nederland is het redelijk goed vertoeven. Ze doen niet ingewikkeld over drugs. Je wordt niet meteen naar de hoogste boomgang, zolang je me niemand doodmaakt. Want dan, dat vinden ze wel vervelend. Hè? Ja. En voor de rest, ja, voor de rest mag je een hoop in Nederland. Ja. Nou, dus we zijn heel aantrekkelijk voor criminelen om hier hun werk te doen. Ook voor onze Nederlandse criminelen. En ben je één keer in Nederland, ben je Europa. En we hebben hier alles. Onze infrastructuur deugt, ons internet deugt. Dus ons klimaat is in alle opzichten, behalve voor mensen die de zon zoeken, is het een heel gunstig klimaat. Maar moeten wij daar dan niet iets aan doen? Wat zeg jij, Reda? Heb je zoiets van, moeten we dit strenger aanpakken? Want kijk, wij allebei weten als de ervaringsdeskundige wat drugsmisbruik met je kan doen. Ja, ik vind het heel erg moeilijk om daar uitspraken over te doen. Ik vind gewoon, ik houd zelf gewoon bij mensen die doodgaan aan verslaving. Dat vind ik gewoon erg. Dat is waar ik me op focus. Weet je, en dat zijn jonge mensen. Het loopt nu totaal uit de hand met hele heftige drugs. Ik heb daar niet echt een antwoord op. Weet je, ik ben, ja, hoe raar dat ook klinkt, niet tegen genotsmiddelen, hoe ze dat ook noemen, genotsmiddelen, maar wel het misbruik ervan. Ik weet wat het met mij heeft gedaan. Ik weet wat het met mijn gezin heeft gedaan. Ik weet wat het met mijn familie heeft gedaan. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik ken ook veel mensen die een pilletje slikken en die gaan een weekendje uit en die hebben het naar hun zin. Dus dat is heel erg moeilijk om daar echt een duidelijke uitspraak over te doen. Want helpt het? Want kijk, in Amerika, daar lees je echt van iemand die een kilo wiet heeft en die gewoon voor jarenlang de bak in gaat. De bevolking en de gevangenissen zijn daar gewoon overbevolkt met mensen die voor in ons ogen een klein vergrijp hebben gedaan. Hè? Of het nou wiet is of cocaïne, maar dan wordt daar zo streng en zo zwaar op gestraft. Wat denk je dat... Nee, je hebt ook in het buitenland gewerkt, toch? Ja, neem ik aan. Ja, je hebt, ja. Ik ben in al die landen ben ik geweest. Hè? Ja. Ik geloof niet in zwaar straffen. Ik denk dat wij trots moeten zijn op het klimaat wat we hier hebben. Op het gebied van strafrecht, et cetera. Maar ons wel realiseren dat er meer aan de hand is dan goedwillende burgers die een keer scheef schaats hebben gereden. Ons systeem is eigenlijk gebouwd op goedwillende burgers die hun best doen en een keer een scheef schaats hebben gereden. Nou, dat is het voor een aantal al lang niet meer.
He, want het probleem met bijvoorbeeld drugs is dat er in dit land ongeveer op jaarbasis tussen de 40 en 42 miljard omgaat. Miljard? Miljard, ja. Zo, ja. En er wordt geen belasting over betaald? Nee, maar we weten ook niet hoe die geldstromen precies lopen. We weten één ding zeker, dat het op de een of andere manier weer terugkomt in die bovenwereld. Ja. En dan wordt het gevaarlijk, omdat je namelijk het risico loopt dat je het legale systeem, wat we hebben, onze democratie, vervuilt. Omdat namelijk voor dat geld alles te koop is. Ja. En je kunt je een plekje in de bovenwereld kopen, terwijl je van geen meter deugt. Dus daar zitten wel grote risico's in. En als je het dan hebt over, ja, iemand heeft een partij, moeten we meteen lang opsluiten, geloof ik er niet in. Maar de vraag, hoe zou je nou die keten kunnen doorbreken? Hè? Want dat is een heel ingewikkelde. Hè? Vertel aan de jongen van, goh, doe nou je best, je bent 14 jaar. Doe nou je best, je goed je best doet. Je maakt je VMBO af. Dan kun je misschien naar een MBO-opleiding. En dan kun je misschien wel €1500 bruto verdienen. Nou, ik weet niet wat je ermee kan. En die glimlach, die denkt €500 bruto. Dat trek ik in een dag. Ja. Ik hoef alleen met mijn fietsje rondjes te rijden. En zodra ik uitgefietst ben, heb ik een Vespa. Dus dat is ingewikkeld. Hè? Dus die hele samenleving raakt vervuild door deze hele beweging. En als je daarover nadenkt en op die manier naar kijkt, dan moet je gaan denken, wat zou dan werkelijk helpen om dit tegen te gaan? En dat betekent sowieso dat je internationaal aan de slag moet, dat je moet moet denken over die geldstromen. Waar gaat dat geld nou precies naartoe? Hoe werkt dat precies? Daar weten we veel te weinig van. Ja. En je moet nadenken hoe je obstakels overwint die wij normaal convenanten noemen met andere landen. Hoe doe je dat? Heel veel van onze precursoren, waar ze synthetische drugs van maken, die komen uit China. Okay. Daar hebben ze ook de doodstraf. Ja. En dat is ook heel ingewikkeld om daarmee samen te werken. Nou, daar bemoeilijkt het ons. Wat wij zoveel mogelijk proberen is, kunnen we aan de bron komen. Dat noemen we in een ingewikkeld woord upstream disruption. Hè? Dus gaan aan de bovenkant zitten. Gaan niet in de haven in Rotterdam zitten. Gaan ergens op de plekken zitten waar het vandaan komt. Nou, en dat probeer je. Maar goed, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? We zijn maar Nederland. Hè? Kijk, Amerika heeft natuurlijk veel meer slagkracht. Wij zijn maar Nederland. We moeten proberen om met partners een plek te vinden om het goed te doen. Maar meer straffen en harde straffen, ja, weet je, daar ben ik niet van. Ik geloof niet zozeer in harde straffen. Nee. En in al die landen waar je bent geweest, is daar een land bij waarvan je denkt van, nou, dat komt echt in de buurt hoe wij dat hier ook zouden kunnen doen of verbeteren? Nou, ik ben vlak voor de corona, dat het corona toesloeg, hè, dus dat zijn eind 2019, ben ik in Canada geweest. Maar in Canada hebben ze de cannabis vrijgegeven. Dus ze hebben overal van die cannabiswinkels geopend. En het zijn gewoon coffeeshops? Of? Nee, dat lijkt een beetje op een Apple Store. Oh, serieus? Schitterend mooi. En dan kan iedereen gewoon heen? Dan kun je gewoon heen, je moet je legitimeren, je moet een bepaalde leeftijd hebben, et cetera. Nou, dan kun je legitimeren. Dus niet medicinale cannabis? Nee, dus gewoon... je mag zelfs een behoorlijk aantal grammen mag je er kopen. Hier mag je alleen maximaal 5 gram, daar volgens mij wel 15 gram of 20 gram. Omdat je het mee mag nemen voor vrienden, et cetera. Dat zit allemaal dus... En die hadden zoiets van, goh, we geven dat vrij, dan kun je daar kopen, want dan kunnen we zicht houden op. En wat je dus ziet is dat daar veel aanloop is, hè, maar dat op alle illegale plekken het niet minder is geworden. Dus je hebt een toename gekregen van gebruikers en tegelijkertijd heb je nog steeds de oude markt ook nog. Hè, dus er zijn gewoon meer mensen gaan gebruiken. Maar tegelijkertijd zie je, en of dat verband heeft met elkaar weet ik niet, hè, ik ben geen socioloog. Dat ze helemaal geen aandacht meer hebben voor cannabis. Want in één keer is het fentanylprobleem omhoog geknald. En hebben ze zeg maar 7 doden. Of nee, per 7 minuten 1 dode aan overdosis. En als je in Toronto loopt, dan heb je het beeld van Amsterdam jaren 80. Begin jaren 80. Dus allemaal van die junk op straat aan de fentanyl. Ja. Dus niemand is meer bezig met het hele cannabisvraagstuk. Wow. Dus als ze me de vraag stellen van, goh, Canada heeft het gedaan. Is een beetje vergelijkbaar met Nederland. Hè, ook een westers land. Ook zeg maar een prima... cultuur en structuren. En dan zie ik wat dat dan doet. Denk ik, ja, voor de politie, ik kijk het vanuit mijn bril, hè, die hebben geen werk meer cannabis, want niemand doet er meer iets aan. Geen bal, want jij mag cannabis in huis hebben als jij een medische verklaring hebt, maar ik mag er niet naar vragen, want dat is privacy. Oh, nou, ja. Vervolgens zeg ik, nou, doe ik samen met al die jongens hier zitten en we mogen allemaal, mogen wij plantjes planten. Hè, en volgens mij waren het maar 20, geloof ik. En toen hebben ze groepen, ja, maar ik maak er olie van, want ik heb eczeem. Ja. Zeg, ja, dan red je niet met 20, mag je er 50. Nou, dan doe je het met 10 jongens, heb je er 500. Hè? Ja. En dan heb je een grote loods. En dan kom ik eraan, zeg ik, nou, wie hoort hier allemaal bij? Hè? Ja. Want je hebt er wel heel veel. En dan zeg je, ja, maar dan mag je niet naar vragen, want dit is privacy. Het gaat over medisch geheim, hè? Ja. Nou,
Dus daar doet de politie niks aan. Nee. Nou, dan heb je ook nog eens een keer de natives, hè, dat zijn de voormalige Indianen. Ja. Die hebben de discussie gehad van wie is Canada nou eigenlijk, van jullie of van ons. Ja. Nou, toen hebben ze gezegd, ja, nou weet je, laten we voorzichtig zijn met jullie, je hebt je eigen politie. Dat zijn echte broedplaatsen voor allerlei soorten drugs. Ja. En dan heb je ook nog eens een keer die reservaten die voor de helft in de VS liggen en de andere helft in Canada. En die mogen de drugs hebben, de Canadezen, en die mogen de wapens hebben, de Amerikanen. Ja. Dus als je zegt, een heel groot alcoholprobleem. Hè? En een gigantisch alcoholprobleem. Gigantisch. Ja. Dat hadden ze al. Hè? Ja. Nou, dan zeg ik, nou weet je, dan doen we het in Nederland toch iets beter. Hè? Ja. En we hebben nu ook voor het eerst overigens hennep uit Canada in Nederland. Okay. Wat hier naartoe gebracht wordt. Dus hebben we verdachten voor illegaal? Nee. Oh nee, illegaal. Via de illegale markt. Want ja, okay, dat is big business daar. En ja, dat levert ook heel veel aan de VS. Ja. Nou, dus en dan zijn er politieke partijen die roepen, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Hè? En die denken iedere keer als de politie erheen gaat, roepen we alleen maar niet doen. Hè? Maar als het echt beter zou zijn en het zou ons minder werk kosten en we zouden daarmee criminelen het leven zuur maken, dan zullen we de eerste zijn als de politie zegt, doen. Moet je gewoon doen. Ja. Ja. Er ging iets af hier. Ja. Ja, nee, kom, voor de luisteraars. Herken jij dit? Dit is namelijk speciaal zeker voor jou. We gaan er zo drie af laten horen. Ja. Dan moet jij raden. Hey, maar stel, hè, we hebben het nu even over wiet. Nederland wiet. We zijn allemaal, tenminste wij, niet allemaal. Niet iedereen begint met wiet. Niet iedereen gebruikt wiet. Dat moet ik even erbij zeggen. Maar dat was voor mij heel spannend. Maar stel, in Nederland mag ik 5 plantjes, hè? Ik mag... Nee, ook niet meer? Nee, nooit. Oh. Dat heeft nooit gemogen. Oh. Oh. Ik dacht dat ik al 5 plantjes mocht hebben thuis. Nee, oeps, nee, jongens. Nee. Oké, ik heb ze niet, maar stel. Oké, stel ik begin, ik heb een schuurtje en dan gooi ik 100 plantjes in. En ik verdien er lekker aan. Maar ineens, ik word de buren die beginnen te klagen. De politie komt. En ik denk bij mezelf dan, ja, wat kan er nou gebeuren? Wat kan er nou gebeuren? Behalve dat die plantjes in beslag worden genomen. Nou, eerst opmerking, 5 plantjes. Mag in Nederland mag je 0 planten. 0 planten, okay. Alleen, er is een gedoogbeleid dat als je 5 of minder planten hebt, dat je niet verbaliseerd wordt. Ah, ik krijg geen bon. Ja, ja. Je kunt het vergelijken met de gebruikershoeveelheid. Ja. Weet je, dus dan krijg je geen bon. Heel veel mensen roepen, je mag 5 plantjes hebben. Nou, ja. Wij bekeuren bijvoorbeeld, als je te hard rijdt in de stad, bij 55 plus. Ja. Als je boven de 55 rijdt, dan krijg je een bekeuring. Ja. 55 echte kilometers. Hoe hard mag je in Nederland rijden? 50 in de stad, in een bepaalde kom. Niet 55. Nee. Dus als mensen roepen, je mag in Nederland 55 km per uur rijden, zegt nee, dat is niet waar, je mag 50 rijden. Alleen als jij 55 rijdt en niet harder, is de kans op een bekeuring is niet heel, want er zijn die apparaten op afgesteld. Nou, het is hetzelfde met die 5 plantjes criterium. Je mag dus 0 planten hebben, formeel. Okay. Nou, heb je er 100 planten en je verdient er een leuke boterham aan. Hè? Overigens zijn dat geen arme mensen die 100 plantjes hebben. Nee. De inrichting alleen al kost ongeveer zo'n 7.500 euro. Dus iemand die echt op zoek is naar geld en niks heeft, kan geen plantage bouwen. Daar heb je het geld niet voor. Nee. Dus je moet ergens aankloppen en zeggen, kun je voor mij een plantage bouwen? En dan delen we de winst. Ja. Nou, en die bedrijfjes die zijn er. Hè? We noemen dat criminele organisaties. Okay. En die zetten het voor je neer. Ja. Ja. Nou, die zetten dat voor je neer. En jij moet zorgen dat alles doet en werkt. Zij regelen vaak alles elektriciteit. Hè. Dat jatten ze meestal vanuit het netwerk. Nou. En hangen de verlichting erboven. Tegenwoordig zelfs halogeenverlichting. Hè. Het mooie is... Nee, geen halogeen, sorry. Maar LED-verlichting. En het mooie is dat LED eigenlijk geen groeilicht geeft. En dat is helemaal ontwikkeld voor het groeilicht. Daar hebben grote lampenbedrijven hebben daar aan meegewerkt. Hè, om te zorgen dat we dat konden krijgen voor de tomatenteelt in principe. Ja. Hè, dat de meeste boeren roepen nog steeds dat het goedkoopste op zonlicht. Maar zij zeggen nee, we hebben het voor hun gemaakt. Stel dat de zon niet meer schijnt. Nou, dat wordt dus veel gebruikt in donkere ruimtes waar ze niet zoveel energie willen betalen. Dus, of in de plantages. En dan word je gepakt. En de meeste mensen die dat hebben, hebben een huurwoning. Als je namelijk een koopwoning hebt, heb je ellende. Ja. Want dan valt het wat makkelijker van je terug te vorderen. Hè? Dan kunnen ze zeggen, nou, je hebt een ton verdiend. Nou, je huis, dat is 3 ton waard. Leg we beslag op je huis. Nou, dat, als je een huurwoning hebt, kan het niet. Maar wat ze tegenwoordig doen, ze zetten je dus uit je woning. Dus dat is regelgeving voor dat een woningcorporatie uit je woning mag zetten. Dat is 1. Tweede is, als wij kunnen aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt. En dat kan, hè? Dat doen we op verschillende manieren. Er zijn modules voor. Dan heb je ook eens een keer een restschuld aan je broek hangen. En dan kunnen ze wel zeggen van een kale kip valt niet te plukken. Want meestal plaatsen het bij kale kippen. Hè? Dat valt niet te plukken. Ja. Maar het betekent wel dat je huis kwijt bent. En in een aantal gevallen, in veel gevallen, zijn het ook eens een keer gezinnetjes. Ja.
En dan sta je echt op straat. Hè. Dan moet je bij moeders of bij oma wonen. Hè. En als je een gemeente hebt wat nog een beetje coulant is, dan dumpen ze je ergens op een camping. Maar je bent gewoon je woning kwijt. Weet je, dat is vaak voor mensen de hardste straf. En vaak is het ook hartverscheurend, omdat het vaak van die, ik wil bijna zeggen zielepieten zijn. Die denken van, nou weet je, het is makkelijk verdiend, laat ik het maar doen. Niemand tilt te zwaar aan. En dan zit er zo'n stoere jongen boven je nek te hijgen van, regel allemaal voor je, et cetera. Maar ja, die strijken het geld op, maar je loopt niet het risico. Nee, dus het risico is een boete, als het goed is. Mister? Ja, vaak wel. In het begin waren we nog erg mild mee. Hè? Kreeg je een taakstraf. Maar ja, je gaat altijd je woning uit. Okay. Als het een huurwoning is, ga je woning uit. Als het een koopwoning is, is dat het eerste waar ze een vordering op leggen. En vroeger was dat niet zo, hè? Nee, we waren er veel te mild mee. Omdat het beeld bestond dat het arme mensen waren die met hun laatste spaarcentjes nog probeerden wat plantjes te kweken. Is dat zo? Dat beeld bestond, maar het is super professioneel. Ik ben eigenlijk in de laatste 20 jaar nergens meer een plantage tegengekomen waar ik zeg van, wat een amateur. Ja. Nou, dus het zijn eigenlijk allemaal echte professionele plantages. Ja. En aan de andere kant, hè, als jij wat geld bij elkaar schraapt, je zet echt een professionele plantage. Je kunt flink wat kilo's zelf kweken, hè, zonder dat je criminele organisaties daarbij nodig hebt, is de volgende vraag, maar wat verkoop je dan? Hoe krijg je het kwijt? Het is hetzelfde als dat je de hele dag met korte mouwen loopt, met een dikke Rolex in een buurt waar je beroofd kunt worden. Ja, ja. Dat is hetzelfde, zeg maar, als jij zet vanavond maar op Marktplaats neer dat jij 25 kilo hezen hebt liggen die je te koop aanbiedt. Nou, de kans groot dat je de volgende dag alles kwijt door, bent. Ja, door duct tape je ontbijt naar binnen moet werken. Ja. Door duct tape, ja. Wauw, dus ik zou er niet eens aan beginnen. Maar je hebt natuurlijk ook vele plantages gezien. Wat is nou voor jou dat je denkt van, nou, dat vond ik toch wel heel erg slim gedaan of zo? Nou, het slimste dat ik gezien heb, zeg maar, wat ik denk van, hoe is mogelijk dat niemand dat gemerkt heeft, is dat iemand een aantal zeecontainers. Zeecontainers? Zeecontainers, dat zijn joekels van dingen. Ja. Uit mijn hoofd waren er geloof ik 4. Dan weet je, je kunt een compleet gezin onderbrengen in 1 zeecontainer. Onder de grond heeft geplaatst. Wow. Aan elkaar heeft vastgemaakt. En er is onder de grond een hele plantage gemaakt. Dus je kwam in de stal, want dat had ook een manege. Je kwam in de stal. En er waren hooibalen. Als je de hooibalen wegdeed, was er een luik. Als je het luik opende, ging je met de trap naar beneden. En dan kwam je in een lange gang onder de grond. Nou, ik weet niet of je weet hoe groot zo'n zeecontainer is. Hè? Je ziet die wagens wel eens rijden. En dan, 40 meter, en dan, nee, 30. Ja, maar 4 achter elkaar. Zo uit mijn hoofd. Helemaal met elektriciteit, helemaal verlicht. Zag er geweldig uit van binnen. Ja. En ook goed geïsoleerd natuurlijk. Het zit onder de grond. Maar dan heb ik zoiets van, goh, weet je, dat doe je niet op een zondagmiddag met je schoonvader. Je zegt, goh, laten we eens even 4 zeecontainers ingraven. Nee. Dat doe je niet. Dus dat moet gigantische hoeveelheid grond moeten verzet zijn. Die containers moeten daar ingehangen zijn met een kraan. Dat kan niet anders. Hè? Die dingen zijn loodzwaar. En dan nog eens een keer vastgelast worden aan elkaar onder de grond. Hè? Want er moet nog een beetje waterdicht zijn. Maar je wil niet dat bij de eerste beste regenbui iedereen verzuipt en al die plantjes naar de Filistijnen gaan. Ja. Zo professioneel gemaakt. En niet te zien. Alleen ja, er was ergens toch nog wel een afvoer. Want er moet even lucht uit. Dat was het enige waar wij het aan zou kunnen ontdekken. En wij hebben het ontdekt omdat er grote partijen vanuit die omgeving werden verkocht. Nou, zo zijn we daar terecht gekomen. Maar dat was zo ingenieus gemaakt. Dat is... En dat heeft jarenlang heeft hij daar gemaakt. Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor ons om aan te tonen hoe lang het gedraaid heeft. Hè? Dus we kunnen wel aantonen iets langer dan... het gaat om het aantal oogsten. Okay. Dus je berekent het aantal plantjes en het aantal oogsten. En dan heb je dus een bedrag wat je kunt voordelen. Dan hebben we in Nederland echt een mooi systeem. Waarbij dus degene die gepakt wordt kan zeggen, ja, nee, wacht, ik heb nog onkosten gemaakt. Zeecontainers, hartstikke duur, alle materialen, et cetera. En dat trek je van het bedrag af wat je voor de kiezer krijgt. Maar ben je nou serieus? Ik ben hartstikke serieus. In België lukt je dat niet. Nee. Dan zeggen ze, dat is niet jammer. Je krijgt gewoon de volle map. En in Nederland hebben we, zeg maar, wat wij ook hebben bij de Belastingdienst. Dat we zeggen, nee, dit heb ik wel verdiend, maar ik heb ook onkosten gemaakt. Dat je dat ook kunt doen als je gepakt wordt. Dan haal je dat van het... zeg maar criminele bedrag, hè, wat je terug moet betalen, haal je daar vanaf. Dus als ik zeg van, nou, ik heb camera's moeten installeren, ik heb 2 waakhonden moeten hebben, ik heb een securitybedrijf s'nachts rond. Dat laatste weet ik niet, hè, maar al het materiaal en zo, dat roept mensen aan. En de lampen, ik heb de lampen gekocht. Moeten kopen, et cetera. Ja. En dat weet iedereen net.
Ja, 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 dat is ons systeem. Dat is, ja, de politie weet dat. Ja, iedereen weet dat. Ik bedoel, wij weten allemaal dat als jij aftrekposten hebt voor de Belastingdienst, dat je minder belasting betaalt. Ja. Nou, zij betaalt op die manier minder boete. Jezus. Ja. Die wist ik niet. Wij leren wat dingen. Wij leren wat dingen hier. Mooi land. Ja. Max, ik ben ook met jou geweest naar een centrum bij op Schiphol. Hoe heet dat centrum daar, de uithaal? Nee? 100% controle. 100% controle, ja. Die hebben we daar gedaan, hè? Ja. Dan mocht ik meekijken. Want heb ik het over de cocaïne, maar natuurlijk over de andere smokkel waar we nu even over cocaïne. Komt ook gewoon binnen in rugzakken. Ook bij mensen binnen, bolletjes, slikkers, in alles. Wat is het meest vreemde wat je hebt meegemaakt en gezien? We hebben een keer meegemaakt van een hond die meekwam. En die was zogenaamd ziek. Maar die hond had dus gewoon de buik open gesneden en dat gewoon vol met bolletjes gestopt. In de hond? In de hond, ja. Ja. En die hond leefde nog, of? Ja, die leefde nog, ja. Ja. Vreselijk. Wauw. Ja. Dat was wel naar. Nou, en het meest vreselijke om te zien is als een bolletje knapt in een mens. Ja. Dan wil je dat niet weten. Als zo'n hoeveelheid cocaïne in één keer vrijkomt in je maag. Wat dat met iemand doet. Dat is, dat gelijk dood? Is dat gelijk, ja? Weet je, je hebt gewoon behoefte om het einde aan dat leven te maken. Zo erg. En daar is geen medicijn. Je kunt ze nergens mee verdoven. Omdat de kracht van die cocaïne zo sterk schijnt te zijn. Dat niet werkt. Die mensen moeten dus gewoon sterven aan die overdosis die ze krijgen. En dat is een ongelooflijke pijnlijke dood. Wow. Zeg je nou, Max, dat je het eigenlijk eerder wil beëindigen? Ja, je hebt echt de behoefte van, die zou ik uit zijn lijden willen helpen. Wow. Je staat erbij en een arts die haalt ook zijn schouders op. Ik kan hier niks aan doen. Hè? Dus gooi een deken overheen, help, zorg dat ze zich niet verwonden. Is dat een epileptische aanval of zo? Ja, of met het stuipen. Het is naar om te zien. Het is naar om te zien. Want je krijgt namelijk zo'n, afhankelijk hoe groot een bol is, die knapt. En weet je, dat zijn allemaal mules. Hè? We noemen dat muilezels. Mm-hmm. Mensen die echt niks te verliezen hebben. En dat is een hele aparte wereld. En, we hebben ook een club gehad die werkt, ja, ik noem het altijd met huurkinderen. Weet je dan, en dat is nog ingewikkelder, want dan huur je een kind, hè, een babytje, een half jaar of zo. En dan ga je, dan slik je bolletjes en dan ga je met je kindje ga je de grens. Maar het is jouw kindje, die je hebt gehuurd. Maar dan word jij gepakt met bolletjes. En wij zeggen, ja, voor wie is het kind? Ja, ik gehuurd. Ja, voor wie dan? Ja, Suriname. Ja. Nou, zitten wij met een kind. En wat doe je dan? Ja, heel gedoe. Ja, politie in Suriname. Ja, wat moet je met het kind? Niemand weet wie het kind is. Jij is jouw kind. Nee, is mijn kind niet. Nee, dat heb ik gehuurd. Ik doe alsof het mijn kind is om de pakkans zo klein mogelijk te maken. Wauw. Maar er was een tijd dat mensen, ik weet niet hoe lang het geleden is, onder de halve kilo gewoon weg mochten, toch? Ja, dus omdat ze... kijk, je kon op Schiphol maar een aantal mensen kon je onderbrengen. Ja. Want als je iemand betrapte met bolletjes in zijn buik, dan moest je zorgen dat je opgevangen werd met medische zorg, et cetera. En dan werd je opgesloten en dan kwam je op de zogenaamde de poepstoel terecht. Hè? Ja. Dat is een soort glazen toilet. En dan moet je ontlasting doen en dan komen al die bolletjes eruit. En er zit een hele ingenieus bolwerk zit erachter, letterlijk en figuurlijk. En dat spoelt al die bolletjes gewoon. En op een gegeven moment rollen ze dat uit. Het stinkt nog steeds naar stront, hè, vond ik. Hè? Mensen zeggen het is helemaal schoon en het stinkt gewoon naar stront. Ja. Als het eruit komt en dan worden daar die bollen geteld, et cetera, en in beslag genomen. En als je dus drie keer een schone ontlasting hebt gehad, dan pas mag je eruit. Want dan weten we dat je echt schoon bent en niet het risico loopt om. Nou, wel eens een keer meegemaakt dat iemand er wel gewoon doorheen kwam, hè, die hebben we niet betrapt. En die overleed later in Zuidoost, dus in de Bijlmer. Hè. En toen hebben ze gewoon zelf zijn buik opengesneden om die bollen eruit te halen uit zijn darmen. Want die moesten eruit. Ja, dat was dat verhaal. Ja. Ja, een van de vieste dingen die je dan meemaakt, dat je dat tegenkomt. Wauw, en dat stopten wij in onze neus, Reda. Ja. Huh? Ja, ik wist niet wat vandaan. Ik ging nooit vragen, komt het... komt het uit je beeld? Ja, nee, komt het uit je beeld? Weet je? Ik wilde het gewoon hebben en snel. Wauw. Ja, het is wat. Ja, het is wat. Ja. Ja. Maar ja, goed. En voor de rest, het zat in alles. Hè? In de handvaten van koffers, in rugzakken verstopt. Onder de pruiken. Verzin het. En ze hebben het geprobeerd. En hoe zit het met, dat lees je ook steeds vaker, dat ze het in kleding stoppen. Ja, dat heet het wassen van cocaïne. Ja. Nou, je hebt met een bepaalde chemische procedure kun je zorgen dat het opgezogen wordt in kleding op een dusdanige manier dat het niet te detecteren valt. Ja. Heel moeilijk te detecteren. Of in kool. Dat noemt ook in houtskool. Okay. Dat op dezelfde manier erin verdwijnt. En dan vinden wij het niet, tenzij je weet dat het erin zit. En dan kun je met een omgekeerde techniek,
omgekeerd als hoe je het erin hebt gekregen met chemicaliën, kun je het eruit halen. Dat is vaak een soort geheim van degene die het erin gestopt heeft. Die weet ook hoe je het eruit moet halen. Okay. En daarmee loop je veel minder risico's. Want ja, dat wordt veel minder gecontroleerd als er een container binnenkomt met allemaal houtskool. Of met kleding. En niks reageert erop. Alleen dan moet je daarna uitwassen. Dat uitwassen is een heel gevaarlijk proces. Dat moet je kunnen en beheersen. Hè? En er komen echt hele brandbare, giftige stoffen bij vrij. En daar zijn behoorlijk wat ongelukken mee gebeurd. Maar dat zie je dus ook heel vaak. Omdat het gewoon minder risico's met zich meebrengt. Alleen je kunt ook minder smokkelen. Maar goed, de winst blijft nog steeds wel interessant. En dat heet een kookwasserij. Dat betekent dat je dus met een omgekeerde procedure de cocaïne uit het draagmiddel haalt. Je hebt een draagmiddel nodig waar je het aan vastplakt. En daarmee haal je het er weer uit. En dan moet je het weer drogen. En dan wordt het weer gestampt. En dan hebben ze hetzelfde apparatuur voor als een beetje in Zuid-Amerika, in Colombia en zo. En dan lijkt het net of dat pakket rechtstreeks uit Colombia komt. Oh, okay. Alleen het punt is dat het vaak ook versneden is, terwijl het uit Colombia komt, puur is. En dan met dezelfde stempels erop. En dan heeft iedereen het gevoel, hey, ik heb een echte kilo uit Colombia. Het is gewoon een versneden kilo wat uit de wasserij komt. Maar nog kwalitatief heel goed is. Het is gewoon alleen versneden. Ja. Jullie pakken ook een hoop crimineel geld. Hè? Wat gebeurt er eigenlijk met geld? Dat vroeg ik me af. Met al die miljoenen. Wat doet de staat ermee? Of de politie ermee? Je zegt, je pakt een heleboel geld. Hè? Maar ik denk dat het aantal miljoenen wat we pakken, dat klinkt misschien heel interessant. Dus ja. Goh, we hebben 200 miljoen gepakt. Ik zeg maar wat. Hè? Ik weet niet eens of het zoveel is. En je weet dat er een omzet is van over de 40 miljard. Op jaarbasis. Ja, precies. Ja. Nou, er is een keer wetenschappelijk onderzoek geweest naar alleen ecstasy. En daar kwamen ze met de berekeningen uit op minimaal 18,9 miljard op jaarbasis. Nou, stel dat wij 500 miljoen in beslag nemen. Nou, dat gaat van de staatskist. Daar verdwijnt het weer in. Het wordt geconfiskeerd, daar komt het terecht. Maar weet je, dat staat niet in de verhouding met elkaar. Oké. Okay. Nou, we brengen ze ook geen echte dodelijke slagen toe als het gaat om financiële klappen. Maar ja, daar zou wel je winst zitten als je in staat bent om veel slimmer het geld te confisceren. Maar ja, dat is een ingewikkeld verhaal met al de crypto ellende die we hebben. Ja, ik noem het ellende en veranderen ze te zegen. Ja. Nou, dat is ingewikkeld. Of zijn we daar heel druk mee bezig. Hè? En worden er hele slimme dingen verzonnen. Ze lachen wel eens een keer om de Nederlandse politie. Maar wij zijn een van de weinige politieorganisaties die al die cryptotelefoons hebben kunnen ontcijferen. Is dat de Nederlandse? Ja, het is de Nederlandse politie geweest. Ja, ja. Ja. Dus hebben we hier ontdekt. Dus de halve wereld is hier geweest. Om niet alleen maar informatie te halen. Volgens mij hebben we ongeveer aan geheime telefoontjes en appjes misschien wel een miljard liggen aan aantallen. Zo. En echt interessant voor de hele wereld. En wat we ook hebben gedaan met de FBI, nog een paar andere landen, was ook een leuk verhaal. Hè? Daar hebben wij cryptotelefoontjes zelf gemaakt. Dus we hebben echt groepen die vallen niet te kraken. Ja, en die hebben volgens dat verhaal. Ik eigenlijk net vragen of dat er niet een vooropgezet plan was. Ja. Die hebben we verkocht aan de criminelen. Wow. Alleen die hoef je niet meer te ontcijferen of te decrypten. Dus je leest gewoon mee de hele tijd. Ja, je leest constant mee. Ja nou. Dat vond ik wel, wel slim. Maar mag dat? Is dat niet soort van... Nee, maar dat is het mooie als je dat doet in samenwerking met andere landen. Want kijk, Amerikanen mogen meer dan wij mogen. Nou, wij mogen niet uitlokken, toch? De politie mag niet uitlokken. Nee. Nou, Amerikanen mogen meer. Dus als je mee kunt liften. En als je ook weet dat onze mensen... je zult niet de enige zijn die een keer wat koopt van Amazon. Hè? En dat is Amerikaans. Hè? Ja, ja. Nou, als je daar ook je telefoontje kunt bestellen. Ja. Dus je hebt echt op die manier... Ja, ik heb het wel eens, dat is misschien iets heel anders, maar geld gestuurd via MoneyGram. Dat werd op een gegeven moment gewoon heel lang tegengehouden. Omdat het gewoon ook, denk ik, gecontroleerd werd. Ja, we hebben een aantal systemen in Nederland, maar dan moet je echt bij onze financiële deskundigen zijn. Die dan kunnen detecteren wanneer er ongebruikelijke transacties plaatsvinden. Ja. En dat wordt wel, op de een of andere manier, wordt dat wel in beeld gebracht. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een afdeling, dat heet het FIU, Financial Intelligence Unit, wat zicht houdt op dat soort transacties en samenwerking heeft met alle financiële instellingen die er zo'n beetje zijn. Nou, dat is echt een specialisme op zich, daar heb ik echt de ballen verstand van. Ik ben echt blij dat ik ons huisartsboekje een beetje rondkrijg. Ja. Ja. Ik vind het, er gaat een hoop geld in. Hè? Zowel de ene kant, hè, de drugs, maar ook in het bestrijden van de drugs. Want zoals je weet zitten we hier in een gebied waar het Marengo-proces
ja, wat wij rond zien komen met de politie en begeleid worden. Daar komt echt heel veel bij kijken. Ja, ik zie vaak dat de hele straat hier wordt afgezet. En zwaar bewapende politieagenten, marechaussee, maar ook een helikopter. Er vliegt een drone. Dat wordt allemaal door ons betaald, zeg maar, de belastingbetaler? Ja, of zeker. Dat, ja? Ja, okay, ja, dus ik betaal er ook en degenen die meer verdienen, hè, bijvoorbeeld mensen die in de showbiz zitten, die betalen die net iets meer aan. Ja. Ja. Maar ik vroeg me af, hè, gewoon als belastingbetaler, ja. wat kost nou zo'n dagje? Waar moet ik aan denken? Tonnen, dat kan niet anders. Kijk, je moet vergeten, er zitten alle voorbereidingen bij. Daar begint het al mee. Oké. Okay. En dan zitten er een hele hoop eenheden die je niet ziet. Hè? Je vertelt net wat je wel ziet als je uit het raam kijkt, maar er zit dus heel veel wat je niet ziet. Hè? Okay. We doen allemaal verkenningseenheden, we doen voorverkenningen, et cetera. We laten niks aan toeval over. Maar dagen van tevoren al zorgen we dat we de boel allang verkend hebben. Hè? Want dat is een onderdeel van hoe wij werken. Ja. En daarnaast, als dan onze pakketten gaan rijden. Zo noemen jullie dat, pakketten? Ja, en dan heb ik het dus niet alleen maar over zeg maar de verdachte op zich. Nee. Maar intussen ook heel veel andere mensen die zich onveilig voelen. Advocaten, rechters, et cetera. Nou, dat moet allemaal beschermd, beveiligd worden. Het hele systeem moet beveiligd worden. Hier staan. Dan heb ik niet eens over de loonkosten. Misschien alleen kijk naar het materiaal en alles wat ervoor nodig is. Dan gaat het echt over tonnen per dag. Tonnen per dag, ja. Dat kan niet anders, ja. Dat is echt gigantisch. Een hoop geld. Een hele is in de lucht, dat zei hij. Ja, dat is een hoop geld. Maar dat is wel de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Ik denk dat wij. Vroeger zijn een aantal mensen die wij bewaken. Hè? Dat is altijd al zo. Ook in het criminele milieu. Als we denken dat er eentje dood wordt geschoten, dan bewaken we zo iemand. Maar het waren vaak wat incidenten. Hè? Iedereen vond Wilders. Ja, dat Wilders en het Koningshuis. Nou, dat snapt iedereen wel. Maar al onze ministers komen op de fiets. Hè? Ja. Nou, op dit moment hebben we denk ik meer dan 1000 man. Zo. Die we bewaken. Ja, en hebben jullie daar genoeg mensen voor? Nee. Dus misschien een oproep nu doen aan mensen die heel graag willen solliciteren. Nee, nou, we hebben heel veel hulp van de Koninklijke Marechaussee. Dat helpt. Hè? Ja. Maar bij ons zijn het politiemannen en vrouwen die speciaal ervoor zijn opgeleid. Die dit doen, maar die normaliter ook ander werk doen. Ja. Hè? Dat kunnen wijkagenten zijn, dat kunnen mensen in de surveillanties bij de recherche zijn. Ja. En die worden hiervoor ingezet. Dus als je daarvoor wordt ingezet, is heel belangrijk. Hè, dat we niet willen dat mensen hier op wat voor manier dan maar ook geliquideerd kunnen worden. Hè, of slachtoffer kunnen worden van criminelen. Als wij denken dat daar risico toe bestaat. Maar dat betekent wel dat je andere dingen niet kunt doen. Ja. Ja, ik vind hem wel een hele aardige agent. Jij? Ja. Terwijl we vroeger altijd wel zo bang waren voor de politie. Nou, maar dat kwam, ik zal eerlijk vertellen, het kwam natuurlijk door bepaalde middelen die ik gebruik. Ik, en jij zal het misschien wel misschien ook weten, mensen die onder invloed zijn, die dan toch paranoia, dat komt heel vaak voor. Vooral met cocaïnegebruik, paranoia. Ik was zo paranoia af en toe dat ik een keer de politie heb gebeld. Want ik zou de buren waren op vakantie. En toen was ik nog in gebruikers. En ik had een keer wat incidenten gehad bij mijn huis. Toen zei die agent, bel nou gewoon gelijk 112. Ik zei, ja, maar straks, je kan beter 112 bellen dan. Hè, want er kwamen dus echt criminelen naar mijn huis om mijn auto te stelen. Nou, die dag had ik ook gebruikt. En toen zag ik de hond, we hadden een hond, die sloeg aan. Bij de tuin van de buren. En ik zag twee zaklampen zo. Ik denk, nou, dat zijn criminelen. Dus toen heb ik 112 gebeld. En nou, binnen een mum van tijd kwamen de politieagenten. En ik keek op mijn camera's. Ik denk, ik zie daar twee lampen. Dus de politie kwam en ik had de sleutel van de buren. Dus toen ben ik, de politie zegt, heb jij de sleutel van de buren? Ik zeg, ja, nou, de politie naar binnen toe. De politie, ja, hij zegt, nou, Jeep, wacht even hier. Hij zegt, van, er komt ook een hond aan, die kan geuren ruiken. Ik zeg, oh, maar wat ruikt hij dan? Hij zegt, ja, dat is een tophond. Maar ik denk, shit, dan moet ik even naar binnen, want straks heb ik iets in mijn zak. Toen ben ik naar binnen gegaan, heb ik mijn zakken goed geleegd. Ik denk, oh, nee. Nou, die hond ging naar binnen toe en die hond had een spoor, zegt die man. Ja, een hond heeft een spoor. En het spoor was dan helemaal zo naar achteren toe. Dus ik kijk op mijn camera's, want ik kan op mijn camera's terugkijken. En ik denk, ja maar, wanneer is diegene daarheen gegaan? Dus ik heb het bedrijf gebeld, wat mij bewaakt. Zeg, ja, we zien wel twee meisjes weglopen. Ik zeg, twee meisjes? Ja, kijk maar. En die agent laat zien. Ik zeg, ja, zegt hij, ja, ik weet niet of dat meisjes zijn. Weet je wel, je kent dat beeld, dus een beetje. Ja. Dus ik bel naar de buren, die waren in Portugal. Ik zeg, ja, er was een voorval bij jullie huis in de tuin. Hebben jullie iemand? Die zegt, ja, nee, de twee buurmeisjes, die geven de konijnen altijd te eten. Om fucking 11 uur. En die waren met de hond aan het spelen, met hun telefoontjes. En die hond ging, nou, en dat durfde ik niet tegen de politie zeggen. Het waren twee meisjes.
Maar dat is dus als je paranoia bent en ja, goed verhaal. Max, ik vond het heel fijn om je hier te hebben. En ja, om jou, ja, kijk erop te geven natuurlijk. Jouw ervaring, jarenlang ervaring. Je gaat er binnenkort mee stoppen, ja, ik heb dat verteld. Ja, ja, wat dat is gewoon... Je gaat met pensioen. Ik kan eerder met pensioen. Twee jaar eerder. Hè. Eigenlijk ja. Moeten we tot 67 door. Maar ik vertel, ik ben 64. Ik word in januari 65. Dus 1 februari stop ik. Oké. Ja. En dan ga je gewoon... Vissen. Ga je vissen? Ja, ja. Vissen naar criminelen of gewoon echt vissen? En gewoon vissen met een hengeltje. Ja. Oké, okay. Maar je weet nooit wat jij die sloot haalt. Je weet nooit wat dat jij dat kan een kluis zijn en dan kun je daar weer een onderzoek mee beginnen. Kan van alles zijn, maar dat laat ik dan over aan de politie. Dan bel je ze ook echt. Dan bel ik de politie en dan laat ik dan de politie over. Ze vroegen laatst aan mij van wat ga je doen? Zeg ik, nou dat weet ik niet precies, maar ik kan vertellen wat ik niet ga doen. Ja. Ik ga niet namens de politie nog op tv wat roepen. Nee. 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 Maar ergens aan maatloos en irriteerd zijn dat die mensen die al 20 jaar weg zijn. Ja. En vinden dat ze nog wat moeten vinden en dan van de terug, politie. Dus we zien je niet terug in een quiz. Nee, niet in een quiz. Een spelletje. Nee, niet met een spelletje. Nee. Nou, mooi. Nee. Althans niet op tv. Niet op tv, nee. Reden, heb jij nog wat te vragen? Nee joh, ik heb hele mooie dingen gehoord. Ik ook. Dankjewel. We willen je ontzettend bedanken. We hebben een kleinigheidje voor je. Het is gewoon een kleinigheidje. Dat geven we aan al onze gasten. Het is een ruikertje. Kijk, dus voor jou. Ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, zeker. En anders mag je hem gewoon teruggeven. Ik vaak is ook een hint, hè. Ik ben blij dat je me geen deo geeft, maar ja. Nee hoor, je ziet er al fantastisch. 64, zei je, Max? 64. En je ziet er niet uit als 64. Ja, nee, ja, steeds in shape. Dat hoor ik zo graag, dit, hè. Ja, ja. Ja, maar ik zeg het ook graag. Ja. Lieve mensen, dit was de podcast Wat kan er nou gebeuren? Ik vond het leuk dat jullie hebben geluisterd en hebben gekeken. En volgende week zijn we er weer. Dankjewel.